Wat gebeurt er nou precies als een dubbele claim niet opgelost kan worden? Ja, als alle producenten dus een claim hebben bevestigd, maar bijvoorbeeld allemaal hun eerste claim handhaven, dan verandert er niks. En dan is de dubbele claim niet opgelost. Wij verwerken dan de dubbele claim als iedereen hem heeft bevestigd en is hij niet opgelost. Dan komt hij dus automatisch terug in een nieuwe dubbele claim om er nog te doen.